Moet jij potje hier niet bij je? Hé hey jongens, dames en heren, jullie kunnen nu opstaan en kijken naar al die verschillende potjes die jullie gemaakt hebben. Oké, heeft iemand serieus wat trots aan wat gemaakt? Ja, ik zal zo uit de weg gaan. Heel leuk idee dit. Word je er blij van, Denise? Ja, heel erg. Ja, en toch is je dat die kroon eruit. Deze hier. Ja, en je vond het eerst stom om te doen, hè? Maar nu vind je het best wel oké. Okay. Ik was best wel Oh, ik zal even aan de buitenkant. Kom maar even, jongens, dames en meiden. Heren, whatever. Ga even kijken. Die is ook leuk, deze. Wie heeft die gemaakt? Ah, raad maar, Denise. Raad maar voor wie het gemaakt heeft. Dat is ook wel weer leuk, hè? Ja, met grote zwart, als je zei op de kamer. Grote zwarte paard, wat leuk. Oh, vind je het goed om dat te zeggen? Huh? Vind je het erg om een beeld te zeggen? Kan je dat verhaal vertellen? En wat is dit van dat paard? Of dit doe ik alleen met het potje. Dan hoef ik het alleen maar te vertellen. Wil je vertellen wat het is? Het is een amber met een rode kleur. Ja? Het is fijn. Nee, maar het is, ik vind het geweldig. Het paard rijdt het. Met die manen? Ja. En ik ben alleen. Ja, lekker alleen. Heerlijk. En je was net aangekomen in je kamer, hè? Ja, maar je paaltje was net. En wil je er blij van als je het ziet? Ja. Cool. Ik heb alleen een super, dank je. Mijn eigen pony en... Helemaal duidelijk. Een eigen pony gemaakt, hè, deze? Ja, die is geweldig. Een eigen pony. Kijk, met die manen. Vraag je, wat zegt ze? Ja. Wat zegt ze? Kus de kantier. Hé, hey, vraagje. Hadden jullie verwacht dat jullie een potje zouden gaan maken van eigen geluk? Nee, want ik had opgeschreven gedichten gaan maken. Ja. Ja. Of hij gelokt te zijn. Dat is leuker, hè? Ja, de vrouw, best wel. Mag ik nog een keer de titel ervan bedenken?